Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek doen, onderwijskundig leiderschap en soms een uitstapje naar de filosofie. En vandaag de gast in de studio, Dr. Kim Kordewener en professor Dr. Anna Bosman. Allebei werkzaam aan de Radboud Universiteit als onderzoeker en docent bij de opleiding tot basisschoolleerkracht pedagogische wetenschappen van primair onderwijs. En wij zijn collega's. En in deze podcast gaan we het hebben over de vraag: hoe geef je effectief spellingonderwijs op de basisschool? En dat gaan we doen naar aanleiding van jullie nieuwe boek, Effectief spellingonderwijs op de basisschool. Flinke klus, dik boek, mooi boek, tweede druk, begreep ik net. Dus dat is ook al wel weer een mijlpaal. Gefeliciteerd met het boek. Dankjewel. Kim, mag ik bij jou beginnen? Wat maakte dat het nodig was om, om dit boek te schrijven? Dat was eigenlijk zeker sinds we de opleiding, onze leraaropleiding zijn gestart, kregen we best vaak de vraag van leerkrachten van, ja, waar is er nou een boek waar echt alles in staat? Of waar kan ik nou die informatie vinden? En ja, dat was er eigenlijk niet. En toen dachten wij, laten we het zelf gaan schrijven. Ja, heel goed. En hoe lang is dat nou geleden dat jullie in de plan zijn geklommen? 4 jaar geleden of zo, dat we begonnen zijn. 4 jaar geleden. Maar we hebben dit wel echt in onze eigen tijd geschreven. Dus het ging daarom ook echt traag, omdat het natuurlijk echt avondurenwerk was. En een paar keer op schrijfweek geweest samen. Maar klopt. Heel goed. Leuk. Ja, het is een prachtig boek. Het biedt heel veel kennis, ook over zaken die ik nog niet wist, over de geschiedenis. Van letters bijvoorbeeld. En van lezen. Dat vind ik dan echt razend interessant. Het gaat over werkwoordspelling, maar ook over spelling, over instructie. Dus in die zin een boek waar heel veel in te vinden is, hè Anna? Ja, we hebben geprobeerd om eigenlijk alles wat met spelling te maken heeft, dat relevant is voor leerkrachten op de basisschool, om dat erin te verwerken. Ja. Dus dan kom je vanzelf ook op van, ja, waarom spellen wij eigenlijk wat we spellen? Wat zijn de regels? Wat is eigenlijk de oorsprong van onze spelling? Ja. Wat vroeger in de 16e eeuw, iedereen schreef maar wat op, hè, zal ik maar zeggen. Je mocht ik met IK, ICK, ICKK, wat je maar wilde. Ederachter volgens mij ook nog. Mocht allemaal. En op goed moment, pas in de 19e eeuw, hebben we afgesproken dat we daar toch een standaard taal van gingen maken, een standaard spelling. En daar zetten regels aan vast. En, principes. Dus dat is ook wat in hoofdstuk 1 ook aan bod komt, hè? De geschiedenis van geschreven teksten. Mm-hmm. En waarom moeten we dat? Waarom moeten we daar iets van afweten, vind jij, Kim, die geschiedenis? Nou, ik denk dat het ten eerste denk ik wel leuk is om te weten als jij elke dag mee bezig bent met taal en zo, dat je daar iets van af weet als leerkracht. Maar daarnaast denk ik ook dat het belangrijk is omdat het een stukje laat zien over de complexiteit van de taal. Hè. Het is niet iets wat kinderen of taal wel, maar spelling niet vanzelf leren. En als je dat, ja, die tijdlijn ziet, dan ga je meer begrijpen dat dat inderdaad complex is en dus goed ook aangeleerd moet worden. En ik denk ook dat het helpt dat als je weet hoe de taal is opgebouwd en waarom we het dus zo belangrijk vinden dat we ik nu allemaal op dezelfde manier schrijven, dat je ook beter begrijpt waar de regels vandaan komen. Want je hoort soms wel eens van, ja, maar die regels veranderen ook elke keer weer. En, en nu leer je echt van, ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Ik denk dat als je dat allemaal weet, dat het ook makkelijker is om het goed aan te leren aan leerlingen. Ja. Een goed voorbeeld is, wat Kim zei, klopt. Het is helemaal niet zo vaak veranderd. We zeggen, ja, maar steeds weer een nieuwe spellingshervorming. Dat is A, niet waar. En B, bijvoorbeeld de werkwoordspelling is 1 keer vastgesteld, is nooit meer veranderd. Ah. Dus die regels hebben we nog altijd en die hebben we al 200 jaar. Al 200 jaar, dus dat valt eigenlijk allemaal mee. Af en toe komt in het nieuws dat er dingen anders moeten. Ja. Ik weet nog wel, pannenkoek of pannenkoek. Ja, dat zijn hele kleine aanpassingen. Maar dat valt dus eigenlijk wel mee. Ja, de belangrijkste is in de jaren 30 geweest. En toen gingen we ramen plotseling met 1 A schrijven in plaats van dat soort. Maar voor de rest, en geen shh meer. Het is wel een jonge uitvinding. Dus het heel jong, ja. Dat is ook, maakt ook dat. Wat Kim net zei, is heel belangrijk. Als je beseft hoe kort wij eigenlijk geleden als mensheid dit hebben bedacht om iets op te schrijven, dan snap je pas van, dit is blijkbaar niet iets wat je zo gemakkelijk vanzelf leert. Want lopen en spreken en zo, dat is biologisch verankerd, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar dit is een cultureel verworvenheid. En die culturele verworvenheid blijkt zo moeilijk te zijn dat we pas een paar duizend jaar in staat zijn om ons wat wij uitspreken om dat op papier te zetten. Ja. Dus dat is het is belangrijk om te onthouden. Het is anders dan lopen, anders dan kruipen of andere lichamelijke vormen van leren. Ja. Je ziet ook in het boek allerlei foto's terugkomen van bordjes waarop wordt geoefend, bijvoorbeeld, waar het schrift wordt geoefend. Dus dat is wel iets wat van alle tijden. Oefenen. Ja, ja, ja. Ja, ja, zeker. Ja, we eerst in het zand natuurlijk. Manier, ja. Ja. Ja, op dezelfde manier.
Wat bedoel je met ja, ook met overschrijven op die lijntjes. Ja, dus eigenlijk een soort van wisbordjes tussen aanhalingstekens. Ja. Ja. Dus dat ja, een klein tablet bij wijze van spreken. De ene kant had de meester het opgeschreven. En dan moest jij goed kijken. Dan moest je op de achterkant moest jij het als leerling op die manier oefenen. Dus toen hadden we ook al wel door. Dat hadden we eigenlijk al wisbordjes. Vind ik wel leuk. Ja, die eerste ja dus eigenlijk ouderwetse wisbordjes. Ja. Toen hadden we al door van je moet aan worden blootgesteld. Moet worden uitgelegd. En dan moet je het herhalen. Ja. En dan moet je het nadoen. Doen. Ja. En dat was wat iets ingewikkelder met zo'n klei tablet dan nu. Ja. Nu heb je natuurlijk gewoon een papier. En het eerste woordenboek, wanneer was dat er dan? Begon dat ook vast te leggen dan een bepaalde tijd? Ja, dat is in de 19e eeuw. Dus 19e eeuw? 19e eeuw, ja. 18, ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar ja. In de 19e eeuw. En dat is samen met de Vlaamse overheid gebeurd. Ja. Kijk. Leuk, behalve dat het een boek is, is er ook online van alles te vinden in het boek volgens mij. Hè? Dus, en wat is er dan precies, hoe moet je het boek... Even heel kort, hoe is het boek opgebouwd? Een aantal hoofdstukken en dan kan je achteraf ook online dingen naslaan? Ja, we beginnen eigenlijk een beetje met die geschiedenis dan. Gewoon dat we denken dat dat ook leuk is om te weten en wat we net uitlegden. Ja. En dan willen we eigenlijk meer de onderbouwing gaan we dan beschrijven. We willen eigenlijk, we hebben bedoeld omdat het boek zo lekker mogelijk leest. Weet je wel, dat je het echt lekker wegleest. En dan is het niet fijn als alles continu onderbouwd wordt, als je overal referenties hebt staan. Dus dat hebben we eigenlijk meer naar voren geschoven. Dus daar leggen we eigenlijk de onderbouwing uit. En daarna gaan we steeds meer de praktijk in, laat maar zeggen. Gaan we echt de praktische uitwerking van hoe ziet een goede les eruit. En we leggen ook steeds uit waarom we op een bepaalde manier adviseren om het te doen. Ja. En dat vinden we heel belangrijk. Dat je als leerkracht niet gewoon een lesplan volgt. Hè, want in de praktijk gaat natuurlijk altijd wel iets anders. Hè, zeker in de praktijk. Dan dat je het hebt bedacht. Ja. En dan moet je zelf echt weten waarom je het op een bepaalde manier doet. Zodat jij op dat moment een keuze kan maken van hoe ga ik het nu doen. Mm-hmm. Dus als jij een les hebt voorbereid. En je gaat beginnen. En jouw leerlingen blijken dat eigenlijk al heel goed te kunnen. Dan moet je wel zelf kunnen bedenken. Van hoe ga ik nou een stapje verder. Ja. Of als ze het juist heel moeilijk vinden. Dat had je niet verwacht. Hoe ga ik een stapje terug? Ja. Of hoe leg ik het iets langzamer uit? Hoe gebruik ik nog wat extra voorbeelden? Welke voorbeelden gebruik ik dan? Waar moet ik op letten? Dus die waarom-vraag, waarom je het op een bepaalde manier zou doen, die hebben we geprobeerd echt erin te verwerken. Helder. En wat maakt het boek, want jullie zijn wetenschappers, wat maakt het boek nou een wetenschappelijk boek? Want het is echt wel gebaseerd op de kennis die we nu hebben over spelling en over didactiek. Misschien Anna, wat maakt het een wetenschappelijk bijdrage? Ik denk dat wij ons zeer goed bewust waren van dat bepaalde zaken niet onderbouwd zijn en bepaalde zaken wel onderbouwd zijn. We zijn allebei spelling-expert. Ik heb mijn belangrijk deel van mijn carrière ook onderzoek gedaan naar spelling. En een van de dingen bijvoorbeeld is heel duidelijk. Als jij zegt tegen kinderen, dat wordt toch als groep, ze lezen ook niks en daar kunnen ze niet meer spellen. Ja. Maar van lezen leer je helemaal niet spellen. Je moet eigenlijk de beste manier om te leren spellen is uit je hoofd een woord opschrijven. En zeg, als je niet weet hoe je spellen moet, nee, inderdaad. Wat doe je dan? Je laat het woord even zien. Je zegt, kijk, hier is het woord. Goed kijken, dan dek ik het af. En dan moet je uit je hoofd het woord opschrijven. Ja. Dat blijkt in eerste instantie wat fouten op te leveren. En dan moeten ze even terugkijken. Oh, ik heb goud met een met AU geschreven. Oh, die moest toch met OU. Wordt meteen opgeslagen, krijg meteen feedback over. En op die manier leer je het snelste woordjes spellen. Ja. Maar de gedachte dat je het of overschrijven, er wordt heel vaak gedaan, schrijf het maar 10 keer over. Als een soort middel om. Ja, overschrijven, dat is kopiëren. Dat kun je net zo goed, had je net zo goed op het kopiëren praten. Of vrij gedachteloos in zekere zin. Ja, daar zit geen bewustzijn bij van, waarom schrijf ik het eigenlijk? Of, ik moet even nadenken over dit probleem in dit woord. Bijvoorbeeld bij goud met een T schrijven de meeste kinderen in eerste instantie. Want goud. Ja, klinkt als een T. Klinkt als een T. Ja. Oh ja, moest ik ook weer denken. Ja, ik moet verlengen. Want ik hoor het te aan het eind, moet ik altijd even nadenken of als ik het verleng, of het dan niet een D wordt. Maar als jij dat als een soort kopieer praat, dan ga je er niet meer over nadenken. Ja. Dus dat is echt, lezen het anders dan spellen. Heel anders. Je moet erover nadenken, gouden tanden. En dan kan je denken, wacht eens even. Ja, dus. En dat moet je dus actief oefenen, net zoals die tabletten van vroeger eigenlijk. Dat hebben we toen ook al gedaan. Ja. Dus in die zin is het wetenschappelijk dat jullie op die manier eigenlijk kijken naar het aanleren van de spellingsregels. Ja, je moet een woord uit het hoofd, al schrijvend, niet met blokjes, maar gewoon met je hand schrijven. En vervolgens
nakijken door een ander of door jezelf, als je dat kunt. Omdat je het correcte voorbeeld heb je misschien ergens liggen. En, zodat je meteen kan kijken of het goed is. Ja, dus niet... geen blokjes met letters die je dan op volgorde mag leggen. Nee. Zou nee, ook nee. kunnen, misschien zou kunnen werken, maar daar zeggen jullie van... Ja, alles werkt, maar het is niet efficiënt. Nee. Dat is het probleem. Er is best veel onderzoek gedaan eigenlijk naar spelling. Niet zoveel als naar lezen en zo, maar er is wel echt onderzoek gedaan. Dus we weten eigenlijk best wel veel, maar dat staat op allemaal verschillende plekken. Vaak ook internationale literatuur en ook wel wat Nederlandse artikelen. En ik denk dat ook een beetje het probleem is, want als leerkracht moet je van alle vakgebieden thuis zijn eigenlijk. Ja. Hè? En dan kun jij natuurlijk niet op de hoogte blijven van al die literatuur. En ik denk dat dat ook een groot probleem is. En daarom hebben wij nu dit boek geschreven, zodat we dat samen hebben gevoegd. En dit onderwezen we al in de cursus didactiek spelling binnen onze opleiding. Maar moest ik het wel allemaal vertellen natuurlijk. En nu staat het ook ergens. Dus nu staat dat ook gebundeld. En is het voor iedereen toegankelijk. Dus zoveel mogelijk alle wetenschappelijke literatuur gelezen, internationaal, dat bij elkaar gebracht. En op die manier gekeken naar de Nederlandse taal. Ja. En wat is dan eigenlijk spelling? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, ik mag jullie alles vragen. Dus ik vraag wat paraten kennis. We kunnen het ook even opzoeken. Maar hoe zou je dat omschrijven? Ja, wij hebben er echt voor gekozen om... spellen is het uit het hoofd opschrijven van het hele woord. Dus echt uit het hoofd, wat Anna net zegt, niet overschrijven. En echt die schrijfbeweging maken. Maar wel dus echt het correct opschrijven van het woord. Dus het is niet hoe netjes je schrijft, dat noemen wij handschrift dan. Het is ook niet, kun je mooie verhalen schrijven, hè? Dat is meer stellen. Ja. Maar echt het correct schrijven van woorden, zo zien wij dat. En daar hoort dus ook werkwoordspelling bij. Dus je moet ook wel een zin op papier kunnen schrijven. Maar het is niet van, hoe kun je mooie verhalen schrijven of mooie zinnen schrijven. Nee. Maar het correct schrijven van woorden. Ja. Oké. Dan ga ik nu meteen even dan iets voorleggen wat ik meteen denk als je dat zegt. Ik zie ook wel soms in klaslokaal dat leerlingen op een tablet bijvoorbeeld spellingsoefeningen doen. Er zijn natuurlijk allerlei websites waarin je dat kan doen. Ja. Hebben we allemaal in corona in ieder geval ik wel meegemaakt. Maar jullie zeggen het gaat om schrijven op papier en ook uit het hoofd doen. Ja, klopt. Ja. En waarom staat er niet? Waarom staat dat schrijven er bijvoorbeeld? Nou ja, schrijven is ook uit onderzoek gebleken dat dat de beste manier is. Of de beste manier is A, om überhaupt iets te onthouden, in zijn algemeenheid. Is schrijven beter dan typen als je bijvoorbeeld naar een les luistert, als je aantekeningen wil maken, schrijven. Want je moet dan heel goed luisteren, de essentie eruit halen, die opschrijven, omdat je dat gewoon, je kan niet letterlijk bijhouden. Nee. Maar bij spellen is bijvoorbeeld heel erg belangrijk, naar mijn idee, om het woord bestaat uit 5 letters. Elke letter is uniek. Elke letter heeft zijn eigen bewegingspatroon. Jij leert doordat je zelf dat moet schrijven, leer je een soort verbinding tussen dat motorische patroon, de letter en de klank. Ja. Als jij typt of als jij dingetjes pakt, is dat allemaal hetzelfde. Of jij nou de P indrukt of de R of de Q, dat zijn allemaal qua beweging hetzelfde. Ja, maar je ziet wel de letter. Ja, maar dat is zien. Dat is zien. Dat is niet produceren. Nee, precies. Dus dat is wat anders. Ja. En er komt ook nog eens bij dat je hebt het denk ik over kinderen op de basisschool. Hè? Maar die kunnen vaak nog niet blind typen. Nee. En ik zie helaas ook heel vaak op scholen dat zelfs kinderen in groep 3 al oefenen met spelling-apps. Vaak staat op het toetsenbord ook nog de hoofdletters. Ja. Dus de E, zoals ze hem hebben geleerd, dat is de L eigenlijk. Hè? Dus kinderen zijn al heel erg in de war. Maar stel je voor dat jij als leerling in groep 3 het woord kip moet typen. Dan moet je dus, dan hoor jij het woord kip. En dan moet je denken, oh ja, kip, k, ip. Oh ja, de k. En dan moet je gaan zoeken waar de k staat. Ja. En als je die dan gevonden hebt, dan moet je ook nog onthouden, oh ja, dat was ook nog de E en de P, weet je wel. Ja. Los van het probleem van de E, dan moet je zoveel in je werkgeheugen houden. Dat is gewoon heel ingewikkeld, snap je? Ja. Heeft het best wel veel nadelen om te typen. Oké, dus het gaat echt, vandaar ook jullie definitie, wat dus echt gaat over het schrijven. En uit het hoofd ook. Uit het hoofd. En dat is, alle leerlingen kunnen dat uit het hoofd. Dat is dus een belangrijke, dat herinneren, uit het lange termijn geheugen halen. In ieder geval leren, ze kunnen het leren. Want je hoort natuurlijk, je hoort klanken, dat gaat ook uitgebreid over je boek. Mm-hmm. Als ik het even goed uitspreek, foneem. Ja. Mm-hmm. En je hebt letters, grafeem. Mm-hmm. Dus dat is ook nog, je hoort soms, nou, we hebben het net al even gehad, het woord goud. Of zijn ook andere woorden die anders klinken dan dat je ze schrijft. Ja. Mm-hmm. En wat is daar dan, dat is dus ook het eigenlijk opdelen van die klank naar letters? Ja, nou en dat
geeft ook een mooi aan waarom het lezen, want daar ging het net even over, dat het lezen makkelijker is dan het spellen. Bij het lezen moet je weten, als je de o en de u naast elkaar ziet, dan klinkt het als de ouwe. Ja. En een de aan het eind, dat kan soms ook als te uitgesproken worden. Maar dan heb je het al gehad, dan kun je dat woord lezen. Maar ja, als je goud moet spellen, dan moet ik even goed nadenken, maar dan kun je goud met OU en de D, goud met OU en de T, goud met AU en de T, goud met AU en de D. Dus dan heb je alweer vier opties. Ja. En je krijgt geen feedback, want als je dat hebt opgeschreven, dan, ja, dan weet jij niet of het goed of fout is. Terwijl als jij een woord fout leest, dan denk je zelf, dat is helemaal geen woord. Dus dan ga je meestal nog een keer lezen en dan krijg je alsnog het goede woord. Dus dat is een van de redenen waarom spellen moeilijker is dan lezen. En dus ook veel meer afhankelijk is van instructie. Ja, ja. Ja, zien jullie dat dan ook vaak misgaan op de basisschool? Dat er te snel naar lezen wordt overgestapt? Wat mij wel opvalt, dat in ieder geval, dat is NS1, hè? Dat soms ook ouders zeggen, Pietje of Marietje kan al een beetje lezen. We bieden al boekjes aan. Ja. Dat er een soort haast zit om dat lezen maar heel snel. Toen dat zie je ook bij zwemles overigens. Hè? Snel. Ja, ja, ja. Maar dat is even iets anders. Terwijl jullie eigenlijk zeggen dat spelling vraagt echt een hele belangrijke opbouw. En ook kennis. Ja. Dus dit is toch een vorm van kennis. Ja, zeker. Ja. Herken je dat toch elkaar negatief kan beïnvloeden? Mm, of is dat dan overdreven? Ik denk dat is niet noodzakelijk het geval. Lezen loopt altijd voor op spellen. Ja. Okay. Je kunt vaak veel meer lezen dan dat je kunt spellen. En wat ik al net zei, van lezen leer je ook niet spellen. Ja, niet helemaal niet, maar het is heel inefficiënt. Het schiet niet op. Bij spellen moet je steeds heel erg benadrukken, waarom schrijven we een woord op deze manier? Ja. Geef altijd aan wat de structuur is die onderliggend is aan elke spelling. Zoals we net hadden met goud. Hè. Een andere beroemde zijn de ai, oi, oei woorden. Dat zijn ai, ja, je hoort een je hoort geen e. Nee. Maar je moet wel een inschrijven. Dus daar zit een structuur in. En kinderen die kun je zeggen, ja, ze hebben toch nooit mai met een j zien staan. Toch schrijven ze het op. Ja. Waarom? Ja. Ze doen ai. Ja, dat is de je, dat is niet de e. Dus dan moet je ze zeggen, ja, het is een heel raar woord. Dit woord, dat spreek je uit met een je aan het eind, maar we schrijven een e. Dat moet je ze allemaal expliciet vertellen, want ze ontdekken het zelf niet. En dat is ook bekend, ook uit onderzoek. Mensen, het is een heel interessant onderzoek geweest van een Amerikaanse. Dat studenten gevraagd werd om bepaalde moeilijke woorden, immediately bijvoorbeeld, in Engels, om dat te spellen. Wat doen die mensen over het algemeen? Die zeggen immediately. Gaan ze proberen gewoon een paar keer te zeggen. Ja. Er was niemand, maar misschien één van de honderden mensen, die dacht, ja, dat helpt eigenlijk niet. Want hoe immediately, als ik dat nu zou opschrijven, dan zou er iets heel anders komen te staan dan immediately. Precies. Want als je immediately zegt, wacht even. Ja, maar dat doen we niet. Dat doen we niet, maar voor de truc om het te onthouden, moet je dat tegen kinderen zeggen en tegen mensen. Bureau, iedereen zegt bureau. Mijn vader zei altijd, geef de jus aan. Hè? Want jus, ja, als er iets niet gespeld vervolgens, was het de jus. Dat was natuurlijk een grapje, maar het punt is, je geeft al aan, ik weet hoe dat woord gespeld moet worden en dit helpt mij om het woord te spellen. Dat zijn allemaal dingen die moet je expliciet aanleren, omdat mensen dat niet vanzelf bedenken. Ja. Dus kennis is spelling is in zekere zin heel erg gebaat bij kennis over de regels. Ja, dat klopt. Ja. Ja, en daar is ook onderzoek naar gedaan. Dat leerkrachten die begrijpen hoe de taal is opgebouwd, dat die veel beter spellinglessen kunnen geven dan leerkrachten die minder inzicht in die taal hebben. Omdat je het dan ook kunt uitleggen. Dat is heel belangrijk. Dat je niet spelling geeft en denkt, dit woord schrijf je zomaar, geen idee waarom je dat precies zo doet. Kijk, in het begin gebeurt dat natuurlijk niet. Maar die regels die in groep 7, 8 worden aangeleerd, dat zijn wel ingewikkeldere regels. En leerkrachten die dat gewoon goed kunnen uitleggen, die laten ook aan de leerlingen zien van, daar zit een idee achter en die kunnen dat goed uitleggen. Ja, ja, zoals werkwoordspelling natuurlijk complexer wordt als je naar een hogere groep gaat. Ja. Dus het daarom erachter uit kunnen leggen, daar kennis van hebben over die spellingsregels, zoals bij woorden, maar ook bij werkwoorden, is heel erg belangrijk. Ja. Ja, misschien moeten we daar even heel belangrijk, wat recentelijk wel is doorgedrongen bij de methodemakers is, dat je veel meer regels hebt dan de drie regel. Vroeger hadden we regelwoorden, weetwoorden en analogiewoorden. Ja. Maar weetwoord was dan, je moet gewoon weten dat pauw met OU, met AU gespeld wordt. Ja. Of analogie, chef gaat naar chocola. Dan denk je, chef gaat naar chocola, maar
als ik niet weet hoe je chocola spelt, dan weet ik ook niet hoe ik chef moet spellen. Nee. Dus daar zitten hele rare regels, was dan wel hond. Hè? Want ja, dat kun je dan uitleggen. Hond moet met een D vanwege de verlenging. Maar je kunt veel meer van dat soort. Je kunt eigenlijk de taal veel beter opdelen. We hebben bijna 36 categorieën, ik weet niet eens uit mijn hoofd, maar in ieder geval 36, zeg maar, regels en denkwijzen om kinderen te helpen. Oh ja, als ik dit woord moet. Als ik dit woord wil spellen, dan moet ik zo denken. Ik had net het voorbeeld van de ai, oi, oei. Dat leer je gewoon aan. Ai, oi, oei. Je schrijft je zegt een je, maar je schrijft een e. Ja. De hele klas kan je bijspreken, net als de tafels op die manier aanleren. En dan gaat het gewoon goed. Want dan hebben ze het gevoel van, oh, ik heb controle over iets wat best wel, ja, een beetje willekeurig is, zou je kunnen zeggen. En je haalt er ook vertrouwen uit als leerling. Yeah. Als je weet dat regels zijn en dat je het dan goed doet. Yeah. Net als bij rekenen, dat je weet, oh ja, zo werkt dat. Yeah. Als je die regels zelf laat ontdekken of je maakt dat heel vaag, dat is natuurlijk niet prettig voor het zelfvertrouwen om ook te gaan schrijven bijvoorbeeld. Ja. Hoe hangt spelling dan samen met schrijven? Want schrijven komt dus wel, ik heb het idee dat we gelukkig steeds meer zien dat het schrijven ontzettend belangrijk is. Mm-hmm. Ja. Het helpt het denken, het helpt ook het herhalen, het dwingt ook tot dat uit het hoofd te doen. Hè? Mm-hmm. Dat is natuurlijk anders in de onderbouw dan in de middenbouw en de bovenbouw. Moeten we aan het schrijven aandacht blijven besteden, Kim? Ook in de bovenbouw bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat het wel belangrijk is, want het hangt wel ook samen met elkaar. Het is natuurlijk ook fijner als jij je eigen handschrift nog terug kan lezen. Dan helpt dat natuurlijk ook bij je spelling. Ja. Dus in die zin wel. En ik denk als je begint in groep 3 is het ook zo, dan adviseren wij leerkrachten ook om lezen, spellen en schrijven, om dat te combineren. Dus je op dag 1 leer je ze een nieuwe letter aan. En die laat je eerst lezen en met het letterklankgebaar erbij. Dan vervolgens oefen je met het schrijven van die letter. Dus hoe krijg je hem op papier? En vervolgens gaan ze hem ook echt spellen en gebruiken in woorden. Dus combineren ze met de meerdere letters die ze al kennen. Dus je kunt het zeker met elkaar combineren. Het zijn geen losstaande dingen. Maar je moet het wel als losse vaardigheden ook zien. Ja. Ja. En dat gaat dus de hele basisschoolperiode door? Schrijven is wel belangrijk. Dat is niet ons vakgebied, maar ik weet wel een beetje van. Je moet schrijven wel onderhouden. Ja. Want als je het loslaat en niet de kinderen niet meer zeg maar dwingt om fatsoenlijk te schrijven, dan verloedert dat. Ja. En het wat Kim net zei, dat is heel belangrijk. Je moet wel zodanig schrijven dat het leesbaar is. Ja. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander. Want je schrijft meestal voor een ander. Zeker. En wat er ook meespeelt, dat zie ik in ieder geval bij mijn eigen kinderen. Als ze naar de middelbare school gaan, dat je wat sneller kan schrijven. Want dan gaat de stof die wordt behandeld, wordt ook sneller. Je gaat ook grotere zinnen schrijven. En dan is dat blijven schrijven natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Dus als dat niet goed zit, krijg je daar ook last van. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Ja. Zeker heel belangrijk, omdat wat ik net zei, het onthouden van datgene wat aangeboden wordt, wordt erg versterkt door het feit dat jij het fatsoenlijk opgeschreven krijgt. Ja. En niet het type. Want onze studenten bijvoorbeeld, die zitten vaak in die collegebanken en die kunnen mijn spreektempo bijhouden. Dus ze zitten dan te typen. Dat is echt bizar. Ja. Maar ik zeg, ja, dat kun je net zo goed niet doen. Want dan kun je beter terugluisteren. Ja. Want het heeft geen enkele zin. Schrijf het nou op, zodat je jezelf dwingt om zodanig te luisteren dat je de essentie uit het verhaal haalt. Ja. En dat maakt dat schrijven vanaf dag 1 van belang is. Ja. Ook voorspellen is heel veel belangrijk. Want als je niet goed schrijft, weet je straks, heb ik nou een D of een T geschreven? Kinderen zijn er trouwens ook heel slim. En die doen dat soms. Hè. Doen ze vaaglijk een D, T, want ze weten dan niet of het een D of T moet zijn. Ja, maar dat is heel slim. Ringel, ja, wel slim. Maar dat je beseft, oh ja, ik heb het niet goed opgeschreven. Dus, of ik heb het verkeerd gespeld. Kan ik zien, als ik netjes geschreven heb, dat ik het niet goed gespeld heb. Dus laptops dicht, tablets dicht, meeschrijven. Ook voor studenten is dat belangrijk. Ja. Je gaat ook, wat ik ook wel zie, dat ze daarmee ook veel citaten gaan overnemen van wat jij zegt. Ja. En dan gaan ze daarna weer daar vragen over stellen. Maar, en dat is natuurlijk op zich ook, ik snap het wel, maar je wil eigenlijk van, wat denk je nou eigenlijk zelf? Ja, je wil ze echt aanzetten dat ze echt zelf nadenken. Niet alleen gewoon blindweg typen, maar gewoon nadenken. Ja. Wat is de kern? En, Is dat ook de reden dat jullie, want eigenlijk maken we hiermee ook een brugje naar, hè, hoe beklijft nou kennis? Hè? Hoe zorg je ervoor dat verbonden wordt aan al bestaande kennis in dat lange termijn geheugen? Is dat ook de reden dat jullie zo'n veel aandacht besteden aan didactische uitgangspunten in het boek? Want dat echt heel uitgebreid samen terug, hè? Ja, dat klopt. Ja, omdat spelling, daar hadden we het net over, is niet iets wat je van nature leert. Dus je moet het echt aanleren. Dus dan wil je dat wel zo efficiënt en zo effectief mogelijk doen. Dus dan wil je veel gebruik maken van principes die werken, die bewezen effectief zijn. Ja. Dus
Daarom. En ik denk dat een goede werking of dat een goede werking van het geheugen, maar vooral ook dat je weet hoe het geheugen werkt als leerkracht, ja. Dat helpt bij het aanleren. Ja. Daar zou ik nog wel een vraag over willen stellen. Want wat ik nog wel eens hoor van collega's die in een school werken, als we dan rondom onderwijsverbetering aan het werk gaan, dat ze dan zeggen, ja, nu kom je met EDI aan, hè, met instructie. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook meer methodes, ja, of meer manieren hoe je les kan geven. Ja. Andere afkortingen, IGTI is bijvoorbeeld, ja, bekend. Maar ja. Het wordt ontdekkend leren kan ook genoemd worden. Ja. Hoe kijk je nou naar dat soort discussies op het gebied van spelling? Nou, ik denk dat wij ons echt op de principes baseren die bewezen effectief zijn en op de cognitive load theory en zo. Weet je. Dus we kijken meer op dat niveau en inderdaad, EDI is daarvan een uitwerking en dit boek sluit heel mooi aan bij EDI, maar kan ook naast allerlei andere modellen gebruikt worden. Dus ja, het is niet zo dat je per se met EDI moet werken om het boek te gebruiken. Het is wel zo dat er in EDI heel veel elementen zitten die uit die theorieën en bijvoorbeeld Rosenshine, die didactische principes, naar voren komen die effectief zijn. En dat geldt ook voor het aanleren van spelling. Ja. Ja, zelf ontdekkend spellen, dat gaat hem niet worden hoor. Dat, dat vraagt gewoon gerichte instructie, maar ja, bijvoorbeeld ook hardop voordoen, hè? En hardop denken, ja, van de leerkracht is ook iets wat jullie in het boek aangeven. En dat lijkt natuurlijk heel sterk op die Rosenshine-principes en de instructiekenmerken daarvan. Ja, en daarnaast is het ook zo dat kinderen vaak denken dat bij volwassenen het spellen vanzelf gaat. En voor een deel is dat natuurlijk ook zo, behalve bij de werkwoordspelling, daar moet je toch blijven nadenken, want gebeurt kan met een T, maar ook met een D. Hè? Ja. Dus, maar je wil juist dat leerlingen zien van hoe ze moeten nadenken. Dus dat jij als leerkracht model kunt staan voor hoe je moet nadenken. Dus dat je hardop denkend voordoet hoe je wil dat je leerlingen denken. Dus als ik bijvoorbeeld het woord hond wil aanleren in groep 4 en ik zeg van, we zijn bezig met de lange maakwoorden. Hè? En dan zeg ik, oké, hond. Dan heb ik eerst die regel uitgelegd en dan schrijf ik hom op. En dan zeg ik, oh wacht, hond. Ik hoor een t aan het eind van een woord. Langer maken, hond, honden. Dan hoor ik of ik een d, want schrijf ik hoor een de. En dan pas de opschrijven. Dat je dus ziet, leerlingen laat zien, tijdens het schrijven van een woord moet je aan de regel denken en dan pas dat stukje opschrijven. Vandaar dus constant hardop eigenlijk uitspreken, ja, wat je in je hoofd hebt zitten. Ja, ja, zodat dat voor die leerlingen ook een automatisch proces wordt. Ja. Van je moet heel gestructureerd, daarom zeggen we ook, gebruik zo'n strategie die je gewoon echt consequent toepast. Ja. En de hele dag door eigenlijk, hè? Want is dat ook de Achilleshiel van spelling, dat je dit denkt, nou, dit kunnen ze nu wel. Of ik heb het even uitgelegd, laat ze nu maar zelf een aantal werkbladen invullen. Ja, nou, je moet zo, je werkblad zou ik sowieso niet doen. Oh, maar dit is goed. Oh nee, want dat schrijf je niet. Nee. Nou, daar ga je al. Af. Dat is het lastige bij spelling. Hè. Om te leren spellen, moet je zoveel mogelijk echt spellen. En dat is heel moeilijk om zelfstandig te doen. Want je moet een woord horen. Ja. En dan het opschrijven en dan inderdaad die feedback krijgen. Dus, en dat is in een werkboek is dat heel lastig. Want als je plaatjes, dat, op zich werkt dat, hè? Als je een foto laat zien van een mus bijvoorbeeld en je wil dan de leerling die mus opschrijft, dan kan dat. Alleen vaak heb de ene leerling denkt dat het een mus is, de andere een kraai, de andere een merel. En dan oefenen ze allemaal een andere categorie. En dat is meestal niet wat je wil als leerkracht. Nee, precies. Dus, houd het simpeler en ga het gewoon samen doen. Ja, klassikaal doen, vandaar ook de EDI. Ja, zeker. Ja, klassikaal. Echt die categorieën opzeggen elke dag. Dus die herhaling is heel belangrijk. Je begint elke les met het herhalen van de categorieën. Gewoon kan heel kort. Maar even kort alle categorieën die er geweest zijn. Op een gegeven moment kan dat niet meer allemaal. Dan pak je de moeilijkste en dan wissel je elke keer een beetje. Maar hardop herhalen. Ja. Categorie, regel, eventueel een voorbeeld laten bedenken. Is dat ook de Achilleshiel van het onderwijs? Dat we te snel denken dat het niet meer hardop moet. En dat leerlingen het zelf kunnen? Nou, het grootste probleem is dat in heel veel methodes wordt het niet zo heel erg veel uitgelegd. De instructie is vrij kort en dan moeten ze meteen in hun werkboekjes gaan werken. Ja, en als het niet goed is uitgelegd en je moet zelfstandige verwerking doen, sluipen er allemaal fouten in. Ja. En als mensen zeggen, ja, maar van fouten leer je. Nou, dat kan ik je vertellen. Bij spellen is dat echt bijna taboe. Liever niet. Nee. Zorg dat ze niet zo weinig mogelijk fouten maken. Ik geef een voorbeeld van mezelf. Ik vind dat wel een interessant voorbeeld. Toen ik psychologie studeerde, moest ik voor het eerst een werkstuk maken. Bij ons duurde dat even. En dat ging over bottom-up en top-down processes. En ik had dat hele werkstuk geschreven met bottom-up. B-O-T-T-U-M. Bottom-up.
En nou, ik krijg dat van mijn hoogleraar terug. En nou, wat, mooi verhaal. Ik had ook een 8, dus ik was wel best wel trots. Ja, maar je moet wel even dat bottom-up goed spellen. Ik zeg, hoezo? Ja, dat schrijf je toch niet zo, zei hij tegen mij. Ik zei, maar hoe dan? Weet je wel, ik wist het echt niet. Heb je het ooit zo gespeld gezien? Zei de begonnen. Dat was de eerste keer dat ik dacht, blijkbaar leer ik daar niet van. Toen ging ik kijken, inderdaad, het is bottom, hè? Ja. In plaats van bottom. Ja, ja. Ik schrijf nog altijd de naam van een van mijn promovendi fout. Maar dan ben ik, oh ja, dat is... omdat je dan voortdurend... Je moet blijven nadenken over wat je aan het opschrijven bent. Ja. En fout, het was fout aangeleerd. Ja. Fout zit dus in je systeem. Precies, en ik kreeg het er niet meer uit. Weet je, ik krijg het er niet meer uit. Dus en, geen fout laten maken. Nee, ja, kijk, uiteraard maak ik er een fout. Maar daarom moet je ook, en dat is meteen feedback geven. Ja. En daarom zeggen wij, als je een dictee maakt met z'n allen, dan gaan we meteen nakijken. Ja. En dan zeg ik, oké. En dan geeft het heus niet dat je dan een fout gemaakt. Maar als je dat een week laat liggen, of al is het maar een dag, boeit dat kind dat als ze twee fouten heeft, want ze heeft maar twee fouten. Maar het verdorie, het zit wel... Dat zien we natuurlijk ook terug, ook wel in de podcast, wel ook wel soms met leerkrachten over gesproken. Van je neemt een korte toets af, die kan je ook meteen nakijken, klassikaal. Ja. Ja. En dan laat ze maar naast elkaar zitten en elkaar naar werk nakijken. Ja. 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 Laat het maar zien op de beamer desnoods. Als je dat hebt, schrijf je vervolgens op het bord ernaast. Ja. Dus kort, eigenlijk kort cyclisch eigenlijk het juist aanleren. Dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. Ja. Dus inoefenen en hardop dat denken eigenlijk gebruiken. Ja. En daar hebben jullie tal van uitwerkingen ook, hè? Bij elke spellingscategorieën. Laat jullie helemaal zien hoe dat dan moet. Alle categorieën. Allemaal. Voor alle categorieën. Ja. En dan hebben we dus inderdaad ook, want dat vroeg je aan het begin nog, downloads gemaakt. En dat is echt hoe je een les kunt geven. Ja, daar hebben we echt werkbladen. Een les uitgeschreven. Nee, geen werkbladen. Nee. Helemaal uitgeschreven. Helemaal uitgeschreven, ja. Echt leuk. Ja, er is veel in te vinden. Ik wil toch even naar hoofdstuk 5 gaan, de letterklankgebaren. Wat zijn dan letterklankgebaren? Ja, letterklankgebaren zijn eigenlijk hulpmiddelen voor kinderen om de relatie tussen de klank, dus wat ze horen, en hoe ze die letter moeten schrijven, om dat te onthouden. Ja. Of hoe ze die letter moeten lezen. Dus tussen de klank en wat je ziet. Ja. Om die koppeling, die is natuurlijk heel onlogisch, hè, want als ik zeg tegen jou de k, ja, dat daar... het gebaar die letter bij hoort, ja, daar is geen logica voor. Nee. Maar als je daar een gebaar bij doet van de k van knippen, dan zie jij in de vorm van mijn hand nu ook de k en van knippen. Ja, ik doe voor jou even een spiegelbeeld. Goed, Dus dan is het al makkelijker om te onthouden. Oh ja, dit was de k. Ja. Ja, dus op die manier bouw je eigenlijk al de kennis over letters op, hè? Dus aan de hand van die letterklankgebaar is heel belangrijk. Ja, en dan voorkom je ook, want waar het vaak misgaat is de twee tekenklanken en de be en de. Maar nou, bijvoorbeeld het letterklankgebaar voor de be is, doe ik hem even als leerling, hè, doe ik hem zo, van bellenblaas, de be van bellenblaas. En dan leg ik hem zo neer en dan kan ik hem precies zo natekenen. Ja. Zie je dat? Dus dan weet ik zeker dat het bolletje aan de goede kant komt en dat ik niet de doe. En als je nou vaker de be en de door elkaar hebt gehaald, dan wordt het voor leerlingen steeds moeilijker. Wat was nou de be? Wat was nou de? Weet je, hoe was het nou? Maar als je daar een heel duidelijk gebaar bij doet, van oh ja, van bellenblaas en dan, oh ja, dan moet ik hem zo doen en dan zit het bolletje aan die kant. Ja, dus dat is echt wel dat echt voordoen met symbolen. En waarom nou bellenblaas? Even uit nieuwsgierigheid, maakt dat nou uit dat je nu kies je voor bellenblaas en doe je ook voor? Ja. Is daar ook nog gedachte achter? Hebben jullie gewoon op een gegeven moment, moet je gewoon kiezen? Ja, we samen zitten oefenen. Ja, nou, je wil eigenlijk een gebaar hebben dat logisch is, makkelijk te onthouden, waar je een ezelsbruggetje bij hebt, maar ook wat je kunt houden zo. Ja. Hè? Dus je hebt ook gebaren, ja, die kun je niet neerleggen, maar juist door hem neer te leggen, blijft die. Ja. Terwijl de klank blijft niet. Hè? De be is weg. Maar dit blijft. Ja, dus ik blijf echt, hem zien. Ja, precies. Ja. Je vraagt ook echt aan de leerling om dat dus ook na te doen. Ja. Ja. En dan neer te leggen. En hierom komt dat schrijven ook weer naar voren. Want dat leggen ze op hun schrift. Ja. Ja. Neer. Je zit op de tafel waar je zit. Ja. Je kijkt bij jezelf af, zeg ik. Ja, nee, precies. Je kijkt bij jezelf af. Ja. En vervolgens vraag je dan, nou, schrijf maar eens op. Schrijf maar op. Ja. En je ziet ook dat kinderen soms dan weten ze een letter niet meer. En dan zeg je, weet je het gebaar nog? En dan doen ze zo, Dus je ziet echt dat werkt. Ja, dus dat werkt gewoon heel goed. Ja. En dat doe je ook weer hardop. Hè? Dus ook weer gewoon klassikaal hardop. Van laat je een letter zien. En dan zeg je van, en dan moeten alle leerlingen zeggen, weet je wel. En En mooi. Doordat ze ook allemaal in de busopstelling zitten, hè, kun je ook meteen zien bij wie dat nog niet beklijfd is.
Ja, je kan steeds controleren. Je kan steeds controleren. Ja. Dat is heel fijn aan dit. Ik heb eerder hier ook met Shirley Snip over gesproken. Die liet toen een fragment zien waarin leerlingen in groepjes zaten. Oh, ja. En waarin dus vervolgens een leerling gedraaid zat. Ja. En het dus ook verkeerd overnam. Ja, dat is wel echt belangrijk inderdaad. Ja. Een goede toevoeging. Je moet echt frontaal zitten. En je moet dus niet een leerling tegenover je hebben die ook de beu doet in spiegelbeeld. Want dan heb je alsnog het probleem van Precies. Hierop, want er wordt wel eens gezegd in scholen van ach, dat is allemaal zo instrumenteel en zo industrieel. Er worden allerlei termen bijgehaald. Maar dit is echt een hele duidelijke onderbouwing waarom je natuurlijk recht tegenover de leerkracht wil zitten. Ja. En dat is ook heel actief. Want ook in het boek komen er tal van activiteiten en instructieactiviteiten terug waarin alle leerlingen meedoen. Hè? Ja. Want je wilt natuurlijk op al die hele groep wil je. Ja. Dus waar gaat het nou vaak mis? Nou ja, dus dit is een punt. Niet goed zitten. Opstelling. Zijn er andere dingen die jullie tegenkomen in de praktijk? Want jullie lopen natuurlijk ook heel veel op scholen rond. Ja, ik denk toch het volgen van de methode, het blindelings volgen van de methode eigenlijk. Ja. En ook soms is het doel van een spellingles dat leerlingen de opdrachten maken die bij die les horen. Terwijl eigenlijk heb je die opdrachten in het werkboek helemaal niet nodig om goede spellinglessen te geven. Juist door met de leerlingen bezig te zijn, dus goed aan te leren, echt de tijd nemen om het goed aan te leren. En soms bijvoorbeeld de klankgroepenregel voor bomen bijvoorbeeld, hè, dat met één oog geschreven moet worden. Daar heb je echt wel meerdere lessen voor nodig. Dus je moet niet verwachten, dat doe ik eventjes, dan gaan ze oefenen. Niet laten oefenen voordat je het goed hebt aangeleerd. Dus goed aanleren, goed inoefenen, checken of ze het beheersen en pas dan zelfstandig laten toepassen. En goed blijven herhalen. Ja. Want je ziet vaak in methodes, dan wordt het aangeleerd en het wordt dan best wel snel gedaan. En dan is het van ja, maar er komen nog meerdere herhalingslessen aan. Maar zo'n herhalingsles moet je ook, dat is eigenlijk hetzelfde. Les. Je kiest een lesdoel waar jouw leerlingen het meeste moeite mee hebben. En dan ga je kijken, oh ja, toen ik dat de vorige keer aanleerde, ging het daar mis. Oh, dan ga ik daar nu aan werken. Ja. Als je bijvoorbeeld die regel hebt van die langer maakt woorden van hond, honden en paard, paarden. Het kan zijn dat ze niet aan de regel denken, maar het kan ook zijn dat ze hem verkeerd toepassen. Maar het kan ook zijn dat ze zeggen, nou één hert, twee herden, dus hert schrijf ik met een D. Dan moet je allemaal, alle drie de opties, een andere les gaan geven daarna. Ja, dus toch, dat vond ik ook heel leuk in de voorbereiding, dat jij als toevoeging gaf op de gespreksleidraad die het belang van herhalen. Ja. Dat is echt een Achilleshiel die we ook in de methode denken, we kunnen verder. Ja. Terwijl het monitoren eigenlijk van het leren, wat Edi natuurlijk ook eigenlijk is, het is een soort plan, do, check, act. Hè? Ik zeg het even heel oneerbiedig, maar voordat je verder gaat, is heel belangrijk. Nou ja, als je bedenkt dat iedereen denkt dat de werkwoordspelling het grootste probleem is. Nou is dat een probleem, dat zal ik niet ontkennen, maar de meeste fouten worden nog altijd gemaakt tegen de klankgroepenregel. Dus tegen de regel boom met 1 O en kappen met 2 P's. Ja. Dat is verbijsterend. Maar terwijl dat is wat, dat leer je ergens in groep 4 aan. Het is ongelooflijk dat zo moeilijk blijkbaar. Omdat we te weinig de kinderen ervan bewust maken dat ze altijd moeten nadenken als ze spellen. Ja. Dat ze niet kunnen op de automatische piloot. Want heel veel is niet op de automatische piloot. Dat kan niet. Maar ik zie ook wel dat leerlingen, misschien, ik weet niet of dat bij deze tijd hoort, ook vaak snel dingen willen doen. Ja. Ik zie het bij mijn eigen kinderen. Dit vraagt vertraging en bewust eigenlijk opschrijven. Ja. Het is ook verder van, je kunt zeggen van, als er veel aandacht is voor zelfsturing en zelf je planning maken, dan ga je ook, dan kan het al snel een beetje een wedstrijdje worden. Hè? Ik ben klaar. Ja, maar terwijl dit vraagt ook vertraging. Klopt, maar meer vraagt om vertraging, maar dat ligt niet zozeer aan de leerlingen. Dat is ook dat wij ze oplopen te jagen. Ja, ja. Want bijvoorbeeld, als ik even een parallel met lezen mag maken, waarom moeten we steeds sneller gaan lezen? Dat slaat nergens op. Als jij het verklanken van woorden hoeft niet per se, moet je niet per se 60 woorden per minuut kunnen aan het eind van groep 3. Waarom? Door als je 30 woordjes per minuut is prima. Uiteindelijk moet je 60 woordjes per minuut kunnen lezen als je in groep 8 zit. Ja. Dat moet. Want anders is het te traag. Ja. Omdat we dat toetsen, misschien? Ja, maar we toetsen en steeds worden kinderen. Ze worden opgejaagd omdat ze binnen een minuut een hoeveelheid woordjes moeten lezen. Ja. Dus er zit al in het onderwijs, wat dat betreft, zit een soort impliciete haast. Ja, en als dat gegeneraliseerd wordt naar iets als spellen, dan is dat heel erg ongezond. Ja. En dat is ook moeilijk, want soms denken leerkrachten ook, ja, maar als je het zo gestructureerd doet, dan kost dat heel veel tijd. Ja. En dan krijg ik het niet af aan het einde, weet je wel. Maar het is juist belangrijk om het goed aan te leren. Dan bespaar je aan het einde wel tijd. Ja. Uiteindelijk bespaar je tijd. Net als wij zeggen van je moet kinderen leren volgens een vaste strategie te spellen. Dus je zegt het woord na met de hele klas. Dan deel je het woord in stukjes en per stukje denk je aan de regel. Zeg je die wel of niet hardop en dan pas je hem toe. Dat kost meer tijd dan meteen opschrijven. Maar als je dat
heel vaak doet, dan zie je dat leerlingen dat gewoon geautomatiseerd hebben en het heel snel gaat. Maar dan moet je het in het begin wel steeds consequent, stapje voor stapje, stukje voor stukje doen. Ja, niet te snel, want ja, daar krijg je alleen maar meer problemen mee. Ja, ja, en als kinderen zien, als ik het zo doe, stukje voor stukje van het woord, en ik spel dan wel goed, dan motiveert dat natuurlijk ook. Lijkt mij ook, ja. Haal je zelfvertrouwen uit. Je haalt succes. Nou gaat het in het onderwijs, staat natuurlijk tegenwoordig ook altijd een digibord. Er worden veel filmpjes gebruikt. Jullie gebruiken dus veel auditieve, motorische, visuele ondersteuning in het boek. Hè? Mm-hmm. Maar kan het nou ook niet via een filmpje, zat ik te denken? Ik weet wel dat kinderen die filmpjes heel grappig vinden. Maar ja. Ik denk altijd wel, ja, het voegt niet zo. Voor het onderwijs voegt het natuurlijk niet zoveel toe. Want zo'n letterklankgebaar zou je bijvoorbeeld prima met een filmpje kunnen laten zien. Maar als jouw leerkracht dat gebaar niet automatisch kan maken, dan heeft het niet zoveel zin. Dan kun je het niet op de juiste manier doen. Dus je moet als leerkracht wel die gebaren goed kennen. Ja. In groep 3 dan en in groep 1-2. En je moet de regels ook goed kennen. En als je dat alleen van een filmpje kent, en je moet dat er altijd bijpakken of je handleiding altijd in je hand hebben. Als een leerling dan een keer een woord vraagt wat niet in je handleiding staat. filmpjes doen. Ik weet dat kinderen vinden het wel grappig om een filmpje te zien, maar voor spelling heeft het geen toegevoegde waarde. Nee, want wat ook een probleem is, je kunt dan wel prachtig dat klankgebaar maken, maar dat filmpje gaat door en zo'n kind is nog bezig met de handen, weet ik veel wat. Ja. Je als leerkracht kunt onmiddellijk denken van, oh, wacht even. Pietje is nog niet helemaal klaar. Nou, dat filmpje gaat gewoon door. Dus dat is al verloren tijd. Dus ja, dat vind ik ook. Het is heel moeilijk om hem even op pauze te zetten. Dus het maar uit pragmatische overwegingen vind ik het ook ingewikkeld. Ja. En wat ik ook wel heel scherp vind van, ja, als je het zelf niet kan, je moet gewoon niet vertrouwen dan op een filmpje. Je moet zelf die kennis hebben. Ja. En je wilt het ook zelf bijna ook zelf doen, zodat je die constante check kan hebben bij je groep. Ja. Dus wat dat betreft terughoudend en gewoon slow teaching, hè, zo mag volgens mij denk ik zeggen. Ja, ja. En het gewoon zelf doen. En kinderen vinden het geweldig om zo'n nieuwe letter te leren. En ook goed uitleggen van, kijk, vandaag gaan we de B leren. Kijk eens van, neem je een bellenblaas mee en laat je dat zien. En dan leg je het uit. Goed die relatie ook uitleggen van, dit is het gebaar, omdat... Relatie tussen... Tussen het gebaar en de klank en de letter. En dat hebben we geprobeerd in het boek ook uitgebreid te beschrijven. Dat je per gebaar dat kunt zien. Van wat is het ezelsbruggetje? Ja. Want als je alleen het gebaar uitlegt, maar niet het ezelsbruggetje, dan schiet het zijn doel eigenlijk voorbij. Ja. Maar werkwoordspelling is natuurlijk ook wel ingewikkeld. Hè? De bovenbouw zie ik daar ook wel soms wat gezucht en gepuf. Is het in Nederland heel erg ingewikkeld, onze werkwoordspelling in vergelijking met andere landen? Ja, we hebben natuurlijk een relatief uniek situatie in Nederland. Ja. De Fransen hebben natuurlijk ook een behoorlijk probleem. Ja. Want daar heb je enorme hoeveelheden woorden die op dezelfde manier uitgesproken, maar op tientallen verschillende manieren gespeld. De meest inconsistente taal als je kijkt van klank naar spelling. Sassoir als werkwoord, als je dat, ik kan het niet goed uitspreken in alle vormen, maar als je dat, dan denk je, is dat, hoort dat bij je, bij tu, bij il, waar hoort het bij? Zeg en bij welke, welke tijd heb ik het over, weet je wat dus. Kortom, die hebben dus een groot probleem wat dat betreft, maar de regels zijn vrij duidelijk. In Nederlands lijken de regels heel erg duidelijk, maar er zitten best wel veel addertjes onder het gras. Bijvoorbeeld, we zeggen, ja, je moet gewoon worden. Hè, ik word, schrijf je als ik stel. Dus geen T erachter. Maar word, schrijf je wel, hoort wel een T aan het eind. Ja. Oh ja, maar het is van worden, dus moet ik hem met een D. Ja, dat moet je langer maken. Ja. Jij wordt, moet net als jij spelt. Prima, maar ik... Eet, oké. Jij eet, is niet nog een thee erachter. Nee. Dus de kinderen doen dat. Want ja, ik heb toch gehoord dat ik daar dan een thee... Het nu alweer ingewikkeld worden. Ja, precies. Nee, maar zie je dus inderdaad. Ja, dan moet je allemaal dus... Ik zal niet op alle details... ik heb twee promovendi die op dit onderwerp promoveren. Of één is al gepromoveerd, anders bezig. En je ziet gewoon dat dit, wat we ook doen... Het lijkt erop dat dit voor gewoon een groot deel van de kinderen... op dit niveau niet volledig beheersbaar te beheersen valt aan het eind van groep 8. En ik denk, een van de dingen die wij vermoeden en waar we eigenlijk wel aandacht aan willen besteden is, ze moeten in groep 6, 7 eigenlijk twee dingen tegelijk leren. Ze moeten leren wat de persoonsvorm is, wat het voltooideerwoord is, wat de tegenwoordige tijd is, wat de verleden tijd is. Al die termen, daar moeten ze een begrip van krijgen, een besef over. Dus ze moeten naar taal kijken op een manier die beschouwend is en niet
als gebruiksmateriaal, zou ik maar zeggen. Je moet toch over na kunnen denken over de functie van al die werkwoorden. Mm-hmm. Moet je überhaupt weten wat een werkwoord is? In een stuk tekst. Ja, nee, ja, als jij het wil spellen. Als ik wil spellen, ik word. Zin, of, ja. Of het, werd, is, ja. Het is gebeurd. Ja, nee, precies. Dan moet jij weten, oh ja, gebeurd, dat is een werkwoord. Maar ja, ik moet weten of het de persoonsvorm is in dit geval, of het volgende deelwoord. Ja. Nou, het is gebeurd, is het de volgende deelwoord. Moet ik al over nadenken. Dan moet ik denken, hoe spel je ook alweer een volgende deelwoord? Moet je volgens daar de regel op toepassen? Nou, die dingen allemaal tegelijkertijd leren, is eigenlijk een overbelasting van het werkgeheugen. En wat wij dus fout doen, naar mijn idee, in onze Nederlandse taal, onderwijs, is dat we die dingen tegelijk aanleren, terwijl we eigenlijk al in groepen lager moeten gaan voorbereiden op al die functies van die taal. Dat we werkwoorden hebben, dat we zelfstandige naamwoorden hebben, lidwoorden hebben, maar ook dat werkwoorden in bepaalde tijden kunnen voorkomen. Die dingen moet je eigenlijk allemaal voorbereid hebben en dan ga je pas die regels op die werkwoordspelling uitleggen. Dat doen we niet. En je ziet ook dat kinderen in groep 4, die zijn al prima in staat om te leren wat een werkwoord in een zin is en wat het onderwerp in een zin is, bijvoorbeeld. Ja. Dus Dat hoeft helemaal geen beletsel te zijn, maar op een of andere manier stellen we dat blijkbaar uit. Dus ja, de gedachte is dat daar wordt wel binnen, er zijn wel methodes die daar nu al aandacht aan besteden. Ja. Dat is wel zo. Dus jullie schrijven er ook, hè, weet je, met het eind van het boek, sorry, over de logica van werkwoordspelling, maar ook de referentieniveaus. Daar stellen jullie ook wat vragen bij, hè? Dat vond ik interessant. Ja, wat komt dan wel terug en wat komt dan niet terug? Ja, binnenkort komt er een artikel van mij en Robert Chamelaun uit, waarin wij laten zien dat kinderen soms al op 2F, sommige woorden op 2F-niveau kunnen spellen en andere woorden op 1F-niveau nog niet. Nee. Omdat de logica voert te ver om daar nou in detail in te gaan. Ja, maar, zijn de eisen, hè, waar je aan moet voldoen. Hè, ja, dus 1F, dat betekent dat je simpelere dingen moet kunnen dan bij 2F en 3F. Maar bij de werkwoordspelling vragen wij ons serieus af, wat is hier nu, hoe hebben ze nagedacht over de moeilijkheidsgraad? Waarom is die werkwoorden vallen nu onder 1F en die onder 2F. En dat zit er eigenlijk niet in. Want kinderen kunnen soms, wat ik al zei, die kunnen gewoon sommige 2F-woorden al wel, maar 1F niet. Ja, dan is er iets in de logica van degene die referentieniveaus hebben opgesteld, is iets misgegaan. Die hebben niet in de gaten gehad wat moeilijk is en wat niet moeilijk is. Nee. Nou, misschien nog interessant voor een vervolg. Ja, wie weet, hè? Want jullie zitten niet stil wat dat betreft. Maar ja, dit is echt wel een fantastisch, leuk en informatief boek. Ik heb er echt veel van opgestoken. Ik denk een heel belangrijk handboek is, effectief spellingonderwijs op de basisschool. Maakt ook echt gebruik van dus didactische principes, hoe je goed lesgeeft, wetenschappelijk onderbouwd, praktijk onderbouwd, hè, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Bedankt voor jullie tijd. Leuk om hier met jullie over in gesprek te gaan. Als je naar luistert en denkt van, hey, ik heb interesse in dat boek, dan kan je naar chipcast.nl gaan, dan kan je het altijd denk ik even bestellen. En check ook zeker even de linkjes naar andere artikelen die voorbij kwamen in het gesprek. En ik vind het ook leuk als je de moeite wil nemen om een review te schrijven over dit gesprek, want dat helpt wel voor de zichtbaarheid van het kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.